We zijn hier vandaag in Hartje Utrecht, in Lombok, in de wijk Lombok, op de speeltuin Bankaplein om de Circulair Speel Award uit te reiken. Dit jaar heeft de vakjury deze mooie speeltuin massaal bestempeld als de mooiste. En ik heb hier achter mij wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht als opdrachtgever. Roos van de speeltuin Bankaplein, Arie Rijssen van firma Eikelboom en Suzanne van, als ontwerpster van deze mooie speelplek. Kees, ik wil je allereerst vragen, wat betekent deze mooie prijs voor de gemeente Utrecht? Nou, we zijn als gemeente Utrecht natuurlijk geweldig blij met deze prijs en vinden het ook een stimulans om op deze weg verder te gaan. En het gaat wat ons betreft in ieder geval over twee dingen. Het is een speeltuin voor en door de buurt. Actieve stichting, heel veel vrijwilligers. Er wordt ongelooflijk goed werk verricht hier door betrokken buurtbewoners en ouders. En dat levert geweldig veel op voor de buurt. Kinderen zijn er denk ik super blij mee met deze speeltuin. Ze komen hier graag elke dag spelen. Elk kind gun je zo'n speeltuin. En waarom we ook enorm blij zijn is omdat deze prijs ook wel tot uitdrukking brengt dat we hier... Hier gewerkt wordt met materiaal uit de buurt, hergebruik van materiaal. Veel stenen eruit zijn getrokken. Het vergroend is, waar de fijnere plek is, met veel groen, veel water. Een koele plek. Want een groene stad is een koele stad. En ik denk dat de kinderen het ook super cool vinden hier. Dus heel fijn deze prijs. Dankjewel. En Arie, hoe kijken jullie als aannemer tegen deze mooie klus aan? Ja, super mooie ervaring die we hier hebben uitgevoerd. Wij hebben een mooie speelplaats gerealiseerd. Hele mooie samenwerking gehad, uiteraard met Roos. Als projectleider van de Banka Speeltuin. En in het voortraject met name Suzanne van Speelnatuur. Wat mij ook heel erg opviel is de gigantische hoeveelheid aan vrijwilligers die echt gewoon mooie dingen verricht hebben. Daar heb ik me zelfs positief over verbaasd. En het hele proces, leuk, mooi, samen met dit team een mooie speelplaats bouwen. Jij bent de ontwerper van deze mooie plek. Hoe blij ben je met deze prijs? Nou, het is hartstikke mooi dat deze prijs is toegekend aan deze speeltuin. Want er wordt daardoor aandacht gevraagd voor het circulair werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat gebeurt. Ik zelf doe het al eigenlijk vrij lang om zoveel mogelijk dingen te hergebruiken. En dat hebben we hier dus ook kunnen doen. Dus alle toestellen die goed waren hebben we gebruikt. Door ze anders neer te zetten zijn ze ook geschikt voor kinderen met een beperking. En krijgen ze echt weer een nieuw leven eigenlijk. En verder hebben we alle nieuwe materialen zoveel mogelijk ook hergebruikt. Er zijn stapelmuren gemaakt en banken van de tegels die eruit gingen. Want we hebben heel veel onthard hier, heel veel groen erin gebracht. En daardoor konden de tegels dus weer op een andere manier gebruikt worden. En zo hebben we eigenlijk zoveel mogelijk circulair gewerkt hier. En ik denk dat het resultaat voor de kinderen, ik zie ze alleen maar genieten en blij zijn. En ik denk... dat het een hele mooie aanwinst is voor het centrum van Utrecht. Dat je zo'n lekkere groene plek hebt, zo midden in de stad.